Nou, dit is eigenlijk tot stand gekomen door het 650 jaar Stedenbroek. Die hebben 650 jaar de dorpsrechten gehad, of stadsrechten noemen ze dat. En 100 jaar LTO. Maar het is eigenlijk wel verwarmd geweest. Want kijk, mensen die gaan op internet zoeken. Busmaatschappijen gaan op internet zoeken. Oh, West-Friese Vloorreizen weer. Dus wat kregen wij? Ze begonnen ons te bellen van we willen met bussen komen. Maar hier in de omgeving zijn natuurlijk veel slachtoffers geweest door de Legionella-ramp. Toen kwam hier de naam West-Friese Flora. Niemand reageerde daar negatief op? Daar hebben we helemaal geen reactie over gehad. Dat je zeggen van, nou ja, jullie hebben een helemaal verkeerde naam gebruikt. Vanwege het feit dus dat de West-Friese Flora zoveel nagelaten hebt. Nee, daar hebben we eigenlijk geen verkeerde reactie over gehad. Maar dan laten we het maar de mini-flora noemen. Hier zijn dus hoofdzakelijk tulpen te zien. En langs die tulpen is allemaal bijgoed geplant van onder andere narcissen, blauwe druifjes, hyacinthe. We hebben hier dus een heel mooi kunstwerk van irissen. En de tulpen die spreken me heel erg aan. En die meneer met die accordeon. Dat vind ik heel gezellig. Nee, ik denk dat het een soort traditie is. Zo denk ik erover. Goed dat die naam weer terug is. Ik vind het toch wel leuk dat het nu weer, ja, hoe zeg je, ere hersteld is.